Nou, 30 tot 50 procent uh, van, van marathonlopers die klaagt over uh, darmproblemen, maagdarmproblemen, Bij Tritleten zelfs 90 procent. Zo. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over beter presteren met sportieve darmen. Ga je net lekker, krijg je hoge nood. Darmproblemen zorgen vooral tijdens het hardlopen vaak voor ongemak. Wat is eigenlijk de oorzaak hiervan? Wat kun je er tegen doen? En is een poeptransplantatie het overwegen waard? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, jij uh, schreef een artikel vorig jaar, nummer 4, 2019, van Sportgericht, het blad mm -hmm. voor uh, sportwetenschappers. Ja. Een, uh, een lekker wetenschappelijk artikel, veel papers haal je eraan, veel bronnen. Uh, met als titel: Beter presteren met een sportieve darmflora. Wat was de aanleiding voor jou om eens dit onderwerp in te duiken? Ja, er was een, een hype gaande even in de media, vooral de, de lopersmedia, over onderzoek uit Amerika. ...publiceert in uh, Nature. En Nature is echt een top tijdschrift. Ja, het meest over, toonaangevende ja, wetenschappelijke tijdschrift wat er is. Over de suggestie dat uh, er wellicht... ...een sportieve darmbacterie zou bestaan... ...die uh, hardlopers uh, zou helpen in hun prestatie. Een echt prestatiebevorderend. Dus dan komen woorden langs als uh, poepdoping... Uh, ja, hoe uh, gaan we er naartoe dat je inderdaad die, die, die bacteriën toedient? Ja. Uh, is dat dan niet het soort doping? Kan je op andere manieren die, uh, die bacteriën uh, stimuleren? En hoe doet die dat eigenlijk? Nou, daar wilde ik wel wat meer van weten. Dus ik ben voor dat artikel... Uh, Erin gedoken. En, uh... Vieze woordspeling ja. in deze context. Je ja. bent de darmen ingedoken. Zeker. Ja. Laten, we, laten we bij de basis beginnen. Uh, darmen, darmflora. Het was, Waar uh, hebben we het hier over? Het was voor mij ook een relatief uh, nieuw uh, item, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, goed. De, de, Microbiome, darmmicrobiome, microbiota, bacteriën, schimmels. Er leeft van alles in je darmen. Dat, ja. dat mogen duidelijk zijn. En er is ook best wel de laatste jaren, als je bij bol.com of andere uh, sites gaat kijken naar uh, boeken over de darmen. Ik, ik heb even een paar uh, titels opgezocht. De darm denkt mee, de charme van je darmen. De poepdokter, gezond van kont tot mond. Als jij aardig bent voor je darmbacteriën, zijn zij dat ook voor jou? Zullen we even beloven dat deze lijst aan titels uh, bij deze in de show notes terechtkomt? Ja. Lijkt me uitstekend. Ja. Uh, ik heb ze niet gelezen, nee. maar ik heb andere dingen wel gelezen. Uh, er is iets met onze duimen. Ja. Maar, wat is er aan de hand? Nou, het feit ligt er. daar is een, 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 een wereld op zich. Dus uit die bacteriën die er zitten met name. Die, uh, ze zijn in totaal met zijn biljoenen uh, uh, leven ze daar. Uh, hebben, hebben het heerlijk soms. Als ze het niet heerlijk hebben, sterven ze weer af, poep je ze uit. Uh, ja, ze, 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 en het idee is, vroeger was het redelijk passief. Van ja, ze zitten daar en ja, belangrijk voor de vertering. Oké, okay, dat weten we wel, maak bepaalde vitamines aan. Maar daar komt nu ook het deel kijken van, hé, hey, maar zij scheiden ook stoffen uit, wellicht. Uh, en, en zeker zo, die uiteindelijk weer in jouw lichaam terechtkomen. Dus dat is echt een samenwerking tussen de darmen en je lichaam. Okay. En daar komt het idee naar voren van, ja, je darmen zijn misschien niet alleen een afspiegeling een beetje van ja, jouw lichaam van binnen, maar die, het kan ook andersom zijn. Dat jouw lichaam reageert op jouw darmen. En dus dat als jij jouw darmen op een bepaalde manier gezond weet te maken ja. of te houden, dat dat ook uh, positieve gevolgen voor de rest van je lichaam heeft. Ja, en, uh, ja dat is denk ik uh, ja, wat, wat nu te, dat beeld deels klopt denk ik uh, ja als we het kijken naar, naar, naar hardlopen met name Sport, of duursporten ja sporten. Ja. Ja, uh, ja volgens mij was jij jij vertelde laatst over jouw ervaring bij de eerste marathon nee, hè? ja zeker ja. Ik bedoel, in de intro uh, zeggen we ook tijdens het hardlopen verzorgd voor ongemak um, uh, nummer twee doen uh, uh, poepen tijdens en rondom hardlopen is natuurlijk een big thema ja. iedereen schrijft ook ja voor de hardloopwedstrijd uh, zeker voor je marathon zorg dat je minimaal drie keer geweest bent ja. En of je uh, dat nou moet, dat, dat is ook vaak zo. Deels van de zenuwen, deels van de dingen. Uh, voor de trouwe abonnees op mijn YouTube-kanaal, waar wij onze op, op podcast ook uitzenden. Uh, die hebben wellicht uh, mijn uh, uh, verslag gezien van mijn eerste Rotterdam Marathon. Met als titel uh, Het Geheim en mijn lessen van de Rotterdam Marathon. Ik denk dat het nu wel eens goed is. Niemand heeft me er ooit op aangesproken. Maar misschien is het toch hier uh, goed om een keer te bekennen dat het natuurlijk vrij gênant is. Dat ik tijdens mijn eerste marathon heb zitten wildpoepen in het uh, <laughs> Kralingse bos. En laat ik dan ook. Bij deze uitspreken dat ik dat niemand aanraad. Want in jaar 2 kwam ik er tot mijn schrik achter. Er staat gewoon bij iedere drankpost twee dicties. Dus uh, nou vrij gênant. Als je ooit je eigen eerste marathon gaat lopen, er staan dicties langs parcours... bij iedere drankpost in principe. Je kan ik... ook gewoon doorlopen. Hè? Uh, ja. uh, ken je het filmpje van uh, Corvriend? Nee, ken ik niet. Vertel. Marathon, uh, wie was, wie was Corvriend? Corvriend? Eindhovense uh, marathonloper. Uh, ja, is misschien net even een andere generatie dan, uh, dan, ja. dan ik zit. Ik herinner me een uh, beelden bij uh, Studio Sport en hij was een goede, best een goede marathonloper. En die dag, marathon van Amsterdam, hij liep uh, in een geheel, uh, ge geel tenue, geel broekje, geel shirtje. En op een gegeven moment uh, zoomde, kreeg je het beeld van achteren en er was een, een behoorlijk bruine streep te zien daar in dat gele broekje. Ja. Hij was dus ja. niet het bos ingedoken. Nee, hij liep gewoon door. Uh, een beetje, tussen zijn benen. En nou, dat beeld, ik was toen dus 18. Uh, heb ik later even zitten narekenen. Zoveel marathons zag je nog niet op tv. En uh, ja, het, ik vond het. Het was behoorlijk schokkend. Ja. Ik heb dat nog even nagezocht. En leuk is dat uh, er is later weer een, 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 een kleine uitzending van. Um, um, Nee, Holland Sport is het niet, bureau Sport aangeweid. Ja, ja. ja. Dat zetten we in de show notes. Ja. Een blik, blikken ze ook terug met hem op wat er toen die dag gebeurde. En hoe kijkt hij daarop terug? Ja, nuchter. Oké. Okay. nuchter, ja. Goed, het, het is zoals het is. Ja, ik had, uh, had je dan geen andere kleur broek aan moeten trekken. Ja, goed. Uh, ja. Nee, het is allemaal prima. En. Uh, ja, dus het is, het is deels ook wel lachwekkend maar die dingen gebeuren. Ja, maar al dan uh, gebeuren, het, het lijkt niet incidenteel. Nee. Iedereen, denk ik, die hardloopt, en, en zeker die lange hardloop, heeft het thema poep ergens ja, weet, uh, op de ja, agenda. Ja, hoe, studies hoe laten zien. Uh, nou, 30 tot 50 procent uh, van, van marathonlopers, die klaagt over uh, darmproblemen, maagdarmproblemen. Bij triatleten zelfs 90%. Procent. Zo. Ja, Daar zijn de klachten wel die variëren van, van boeren tot, tot winderigheid, scheten laten, tot uh, ja, steken in de zij, tot aan ja, nou ja, dan wordt het wat erger: de diarree, ja. of zelfs uh, ja, moeten opgeven omdat je bijvoorbeeld uh, ja, je, je bloed, uh, of zo ja, heftige buikkrampen. Uh, de, de, de darmen gaan bloeden zelfs, ja. Uh, nou ja, en of of een stukje zelfs uh, te weinig bloed krijgt. Uh, uh, Afsterft, of in ieder geval die richting mm -hmm. opgaat. Mm -hmm. Signalen uitzenden. serieus wordt. Ja, ja, en dat is dus de onderliggende oorzaak ook. Uh, ja, want weet de wetenschap hoe dit komt? Ze, nou, grotendeels wordt altijd gewezen op een uh, mindere doorbloeding van de darmen. tijdens het hardlopen of tijdens de duurinspanning. Oké. Okay. Kijk, dan willen de spieren meer bloed. Ja. Uh, als het warm is, dan wil de huid ook meer bloed. Om, om te de, zweten. Uh, ja. En dat gaat allemaal te kosten eigenlijk. Van ja, je hebt maar zoveel uh, liter bloed in je lijf en uh, dat kan. Dat, dat moet keuzes maken het lichaam. Ja. Spieren, huid, hersenen willen sowieso altijd veel krijgen. Het hart. Ja, dan moeten de darmen maar wat minder krijgen. Ja. Alleen de om goed te functioneren hebben die darmen ook bloed en zuurstof nodig. Ja, zeker op lange afstanden, natuurlijk. Ja. Daar hebben we een eerdere aflevering over gesproken. Dan moet je bij zeker. blijven voeren ja. en, en verwerken. Ja. Ja. En waar, daar gaat het een beetje mis. Uh, blijkt toch dat als die darmen tekort aan zuurstof, minder, uh, goed, minder goed door bloed worden, dan gaat die darmfunctie eraan. En een van die belangrijke functies van de darm is dat ze goede opname van uh, voedingsstoffen. Uh, maar aan de andere kant geen opname van schadelijke stoffen. En die bacteriën okay. bijvoorbeeld, die, uh, die, die, ja, die, die scheiden ook endotoxines. En dat zijn stofjes die wil je liever niet in je lichaam hebben. Ja, toxine doet mij klinken als iets giftigs. Ja, ja. en dat, dat zijn eigenlijk, die geven ontstekingen. Dus okay. op het moment dat die, die, die darmbarrière minder gaat functioneren, gaat ook wat van die endotoxines gaan uh, lekken vanuit de darm, meer of vanuit, ja, vanuit de binnenkant van de darm naar de darmwand. En misschien zelfs in het lichaam. En daar krijg je lokale ontstekingen. Dat kan in de maag zijn, dat kan in de darmen zijn. Dat zijn natuurlijk de eerste dus plekken waar het gebeurt. En is uh, lokale ontstekingen. Dat voel je dus als kramp ja, of pijn of, of Precies, daar gaat het lichaam of... op reageren van die wil, daar, uh, die wil het niet hebben. Dus die, die zet het, het lichaam komt in, in uh, reactie daarop. En dat uit zich dan in die verschillende vormen. Ja. En uh, ja, dat is dus een serieus pro probleem als je praat over 30 tot 50 procent van de hardlopers. En, uh, en ja, risicofactoren, dat is, uh, nou ja, uitdroging. Ja. Nou, je bedoelt is... risicofactoren dat dit erger ja. wordt. Hè? De, 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 nog meer kans dat dit ja. jou gaat overkomen. Mm -hmm. Vertel. Er zijn een paar algemeenheden, dus uitdroging, te weinig drinken. Dan kun je je ook voorstellen dat dan, uh, ja, je wil dat bloedvolume ook uh, intact houden. Dus ja. als je daarop inteert, ga je al iets uh, minder bloed sowieso ook naar je darmen sturen. Ja. Man-vrouwverschil. Uh, vrouwen hebben er meer last van mannen, waarom weten ze niet goed? Okay. Uh, ja, dat is natuurlijk wat jij zelf ook ervaart. Uh, sporten waar, waar met, met verticale schokken. Ja, dat is dus natuurlijk ultieme hardlopen. Uh, ja, je lijf hardlopen, en dus, dus ook die je darmen krijgen het, voortdurend het, klappen te verwerken. En dat zijn eigenlijk de en, en ook ja, de duur van de inspanning en hoge intensiteit. Ja, en dat, dat weet je zelf ook. Dat is eigenlijk goed. vrij logisch. Ja. Dus als je heel lang, heel veel ja. verticale schokken, daar hebben die darmen last van. Precies. En dat wordt dus eigenlijk nog eens verergerd door het feit dat er minder bloed beschikbaar is voor die darmen. Ja. Waardoor, en dan komen we op het niveau van de microbiome, van de, de ja. bacteriën. Die kunnen schadelijke ja. effecten gaan. Ja. En dan was er uh, een, een, een ja, nieuw onderzoek vanuit uh, ja, een groep, groep onderzoekers, deels uit Leiden, Amsterdam en wat, wat bedrijfjes deden daar ook aan mee. Die kwam ik op het spoor. Die hebben vorig jaar of twee jaar geleden bij in de Leidse marathon. Ja. Wilde onderzoek doen of nou misschien, los van deze factoren, nog een andere belangrijke factor is. En die zit hem dan in de darmen zelf, in de darmbacteriën. Ja. Het idee van hé, hey, misschien hebben de mensen die last hebben van hun darmen tijdens het hardlopen de verkeerde bacteriën. Oké. Okay. En dus wat zij gedaan hebben, ja, zij hebben uh, poep verzameld. Ja. Op verschillende tijdstippen. Uh, Vies voor... Ja. En die uh, geanalyseerd. En dan uh, gekeken van, nou wat zit. Ja. Is, is die darmflora anders van de mensen die last krijgen? En wordt dat bijvoorbeeld beïnvloed door je eetpatroon uh, tijdens die marathon, door het feit of je hoeveel je getraind hebt, intensiteit waarmee je loopt. Ja. En uh, ja, dat onderzoek is nog niet afgerond helemaal. Uh, wat, wat vonden zij in eerste instantie? Ze zijn daar nog. Dat ja, ik denk dat uiteindelijk dat ze de volgende fase waar ze in ieder geval in willen gaan. Kijk, geheid dat ze verschillen gaan vinden. Ja. Maar die verschillen, die, die zie je gewoon per, van mens tot mens. Elk mens blijkt gewoon echt zijn eigen darmmicrobioom te hebben. Als een soort vingerafdruk, ja. lees ik in je artikel. Ja. ja, helemaal uniek. En mooi is dan, een een-eindige tweeling... heeft eigenlijk net zo'n verschillend uh, darmflora... Ja. als een twee-eindige tweeling. Dan, ja. En dat is de aan... ultieme test om te bepalen of iets nature of nurture ja, is. Precies. Toch? Dus en, ja, precies. En, en het feit dat dus tweelingen verschillende darmflora hebben... Ja. Betekent dat het nog afhankelijk is van je eigen omgeving? Zeker, dus één ei, eigen, als die zoveel verschillen als twee eigen, dan weet je gewoon dat het uh, de, de het heeft omgeving niks te maken met genen nee. of iets, nee. iets van je lichaam zelf. Nee, en dat is ook, ja, goed, alle studies die je op naleest, alles doet wel wat op die darmflora. Een kop koffie of, uh, nou ja, een stukje hardlopen, alcohol, uh, ja. Ja, dus dat is een enorm uh, variabel ding, maar aan de andere kant komt het altijd wel, een, soort, een patroon is wel te herkennen als je bij jou gaat kijken of bij mij. En ja, die inderdaad die, die, die vingerafdruk. Ja. Uh, maar je dus... zegt studie uit Leiden, die gingen onderzoeken, het is nog te vroeg om daar conclusies ja. aan te verbinden. Um... Maar jouw aanleiding voor het artikel was een artikel ja, in Nature. Klopt, daar moest ik. Meteen... Wat, wat hadden ze ja. daar gevonden? Dus dat is het enige, ene aspect van uh, de darmen die in de weg zitten. Kunnen we dat verklaren door de verkeerde bacteriën? Ja, weten we nog niet zeker. Nee. Maar in, in Nature ging ze al een stuk verder. Want wat ze gedaan hadden is uh, bij de, uh, de martel van Boston. Als ook weer poep verzameld. Kijk, ja, dat is. Uh... Ja, dat is een nieuwe trend. Uh, ja, ja. ja. Um, en daar is gekeken van welke bacteriën zitten erin. Dat is best wel. Nou ja, dat, tegenwoordig kun je dat redelijk automatisch doen. En dat is niet van bacteriën voor bacteriën kijken, want dan ben je lang bezig. Maar dan poppen een aantal uit. Dan ja. zeggen ze: Hé, hey, je hebt relatief veel van uh, die en die bacteriën ten opzichte van iemand die niet een marathon heeft gelopen. Oké. Okay. Nou, en dat was dan een, 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 een... Ik kan hem even opzoeken voor je. De, de Vionella atypica bacterie. Ja, bleek daar. houdt dat. Schrijf het op. Lees bleek het de vaker voor te komen En ze zeiden, nou, misschien zit daar iets in. Wat ander onderzoek had al laten zien... dat tussen bij, bij wielrenners, bij rugbeurs en bij, bij mensen die een enorme boottocht... het uh, was over de Atlantische Oceaan hadden afgelegd... van bij het, tijdens zo'n inspanning verandert ook je darmflora. Dus inspanning... Doet iets op, uh, op je darmflora. Ja. Dus dat, dat creëert omstandigheden waarom? waardoor sommige bacteriën ineens opleven, het fijn vinden om tijdens inspanning in Jouw uh, dame uh, rond en te kronkelen. Even knoppen. check, check, dubbelcheck. Dit is uitgesloten van het feit dat mensen tijdens lange inspanningen ander voedingspatroon hebben. Daar is zo. toen voor, uh, duidelijk voor gecorrigeerd, bijvoorbeeld in die boottocht. Want ja. dan kregen die mensen van tevoren al wekenlang dat uh, okay. Okay, uh, dieet. Ja, dus dus... Is het is niet een effect van sportvoeding. Ja. Het is echt een effect Daar van lijkt de het wel op. Kijk, in ja. Leiden maken ze dat onderscheid niet. Iedereen vulde wel in wat eten jullie van tevoren en tijdens. Daar moeten ze allemaal voor corrigeren. Dat maakt het denk ik bij hun extra lastig. Die, die studies suggereren nu wel van dat inspanningssec, misschien ja. dat dat die darmflora verandert. Nu hadden we terug naar die Vajonella Atypica bacterie. Uh, zij zei: ja, goed, misschien is dat wel een sportieve bacterie. En die, uh, wat ze gedaan hebben, ze spoten die bacterie in, in muizen in. Ja. En die, uh, die, dan uh, stopten ze de muizen op een, uh, een loopbandje of ja. een, een ja. ja, ja. Met een D, hè? Ja, ja uiteraard. <laughs> ja, muis en daar uh, dan gingen ze gewoon eens kijken van hoe lang gaat uh, dat beestje nog lopen? Nou, dat bleek dus op al, na uh, in, injectie van die, uh, die, die, nou ja, die sportieve bacteriën. Daan-bacterie. In de darmen. In de darmen. Dus je brengt een bacterie en... Een, een, ja, dat is een, een soort een, vreemde transplantatie, ja, een of in ieder geval... Ja, val, daar uh, komt dat woord ja. poeptransplantatie vandaan. Ja. Je brengt een stukje darmflora in de darmomgeving. ja. ja. En die poeptransplantatie, ja, dat in muizen doen ze heel veel en dan doen ze dikke muizen. Als je daar inderdaad de poep van gezonde muizen in uh, ja vervangt, zeg maar, ja. ja, dan blijken die dikke muizen ook weer dun te worden en zo. En daar, daar laat veel studies zien dat poep, poeptransplantaties echt wel bepaalde ziekten kunnen uh, verbeteren ja. bij uh, muizen. Bij muizen, deze studie ook, dus die uh, Vionella bacterie. Harde lopen, controlebacteriën, gewoon een andere bacterie, gebeurde niks in die okay. muizen. Okay. En, en, uh, en dit was het onderzoek wat in Nature stond. Ja, wij hebben bij muizen poep getransporteerd in Zeker. die gaan lange lopen. En dan wilden ze, nou, de verhaal maakt ze ook wel heel goed, want ze zeiden, nou, bacteriën die uh, de, de ene leeft op uh, glucose juist, doet het goed op, op suikers, maar deze bacterie die Fayonella, die uh, leeft eigenlijk op uh, lactaat. Oké. Okay en nou, bij lactaat wordt gemaakt bij verzuring, tijdens langdurige of bij hoge intensiteit, Anaerob metabolisme, te weinig zuurstof, nou dan wordt lactaat geproduceerd. Ik wil dat geen, ja, meteen koppelen aan verzuring. Dat is een ander aspect dat ik graag wil hebben. Sorry, voor de wetenschappers onder ons. En lactaat wordt ook vaak nog als een, ja, een iets Iets gezien wat je niet wil hebben, hè? als het boosdoener van alle ellende. Uh, lactaat is ook een hele goede brandstof. Exact. En, uh, dus dit okay, genuanceerde dus dat ligt Ja, dan ja zeker. Maar het is in ieder geval stof die vrijkomt als de cellen aan het verbranden zijn. Ja, ja. en uh, dus toen dachten ze, hey misschien. Wat er dus gebeurt is dat lactaat tijdens inspanning vanuit het bloed naar die bacteriën of naar die darmen gaat en dat die bacteriën, die vajonella... Die, die staat krijg, dol op. Die Staat dol op die denken nou, hap, 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 en uh, die vermeerderen zich. En, uh, en nou ja, dat hebben ze nader proberen onderzoeken. Inderdaad, in die muizen dan uh, gelabeld lactaat ingespoten, dat zien ze dan terug in de darmen. En wat ze dan uiteindelijk maken is een bepaald stofje, korte, kort vetzuurketen, uh, korte keten vetzuur. Sorry, propionaat. Ja, nou, en dat is weer belangrijk voor het metabolisme. En gedacht, misschien is het propionaat is dat wel. Uh, dat dat eigenlijk de stof is, die ja, zorgt voor die betere prestatie. Okay. Dus we krijgen een soort. Uh, een heel technisch verhaal, maar er gebeurt dus van alles een met soort moleculen. Cyclus, ja. Ja, in je, je stappen. Je voedt die bacteriën. De bacteriën produceren propionaat. Wat, werkelijk, wat, wat waarschijnlijk mogelijk het prestatiebevorderend stofje is. Okay. Dus volgende stap: het werkt bij muizen. Ja, propionaat nou. zelfs gegeven, top. Maar daar, zij zijn daar gestopt en eigenlijk denk je dan, doe dit dan ook eens in mensen. Lopen ja. we daar ook, nog tegen ethische kwesties aan? Ik bedoel, poeptransplantatie, is dat nou, nog gevaarlijk nee, of zo? Ja, die studies gebeuren ja, inmiddels. Ja. Dus ik, uh, en iedereen zegt, de kenners zeggen, ik ja, snap niet dat, dat Nature dat niet gevraagd heeft eigenlijk aan hun. Uh, want ja, dat is de logische volgende stap. En met name de kritische stap. Want uh, ik sprak iemand van de Universiteit van Amsterdam die veel uh, onderzoek doet. En die, ja, die deed een beetje lacherig. Of die zei: Ja, heb je het weer in muizen? En die is al jaren bezig. En zegt: Al die hypes die een paar jaar geleden in de kranten kwamen. Van inderdaad de dikke mensen mogelijk te genezen. Of in ieder geval dunner te maken met, uh, met de poep van, de, van dunne mensen. Mensen met diabetes. Uh, mensen met de ziekte van Crohn. Nou, you name it. Alles waar de darmflora er een anders uitziet. Ja. Uh, en de vraag is of het een rol speelt. Maar als je daar ja, de gezonde darmflora van, uh, ja, van, van dunne, niet-diabetes en uh, mensen uh, ja, gezonde mensen in stopt. Ja. Uh, hij zegt ja, muisentuit is natuurlijk fantastisch. Mensen. Ja, hoogstens een paar dagen effect. En daarna komt op de een of andere manier, ja, dan toch weer gewoon die. Het, het effect gaat, uh, gaat weg. En de, de, de oude darmflora lijkt zich gewoon te herstellen. Hij zegt eigenlijk, dit kan niet. Poeptransplantatie op dit moment is niet mogelijk. Nee. Dus we, het is leuk dat we wetenschappelijk in ja. het laboratorium daar heel veel potentie zien. Ja. Maar op dit moment, even voor al onze amateurs die kijken en luisteren, hoeven we dus nog niet de poep van Kipchoken nee. bij nee. onszelf in te nee. gaan brengen. Nee, ik moet even wel denken aan. Uh, uh, ja, Victor Kampenaars, Wild U record de, de man die in april uh, het, het record verbrak. En uh, ja, die, die, die ging echt voor, uh, ja, om zo licht mogelijk te zijn. Ja. En die verhaalde, of ik was, hij las dat in de media, die gebruikte echt Klismas van tevoren. Oké, okay, Dus die om... spoelde zijn hele dame eigenlijk. Met als doel gewichtsverlies. Ja, Okay. Dus je weet wel want Tour de France renners, als ze berg in gaan, dan, dan gaan ze ook uh, minder vezels, uh, wit brood, etc. Even heel voorzichtig, zijn, dit is een anekdotisch verhaal. Uh, ja. Hier is ja, geen wetenschappelijk uh, nee. bewijs nee, voor. Nee, maar daar wordt wel mee. Ja, kijk, als je al uh, anderhalve kilo aan, aan puur darmbacteriën hebt. Ja. Tel daarbij nog wat, uh, wat etensresten en noem maar op. Ja, ja daar valt wel wat kilo. te halen. Ja, behalve Kijk, dat je daarna je hele downflow yeah. opnieuw moet gaan opbouwen, wat ja. natuurlijk ook weer heel ja. veel energie kost, ja. denk ik dan maar ja. gewoon als ja. leek. Maar laten we nou eens, want daar, daar komen we nu al uit, uh, uh, een mooie wetenschappelijk verhaal. Dankjewel voor deze reis door al deze studies. Nu terug naar de amateur uh, marathonloper, hardloper die dus last heeft van zijn duimen, uh, of niet, uh, die, die daar een issue heeft. Wat voor praktische lessen kunnen we hier nou uittrekken? Ja, de praktische lessen is van: ah ja, heb je pech, dan, dan ben jij wat gevoeliger voor uh, je darmen. Ja, dat is gewoon aanleggen. Ja. Je kan gewoon gevoelige darmen of darmflora En We halen. weten niet precies uh, waar het aan ligt. Uh, we weten dat, maar je bent niet de enige. Gelukkig. Nee. Ja, precies. Nou ja, uh, en, en die risicofactoren, daar kun je een beetje rekening mee houden. Maar natuurlijk, voor, voor het hardlopen, heb je die schokken nou eenmaal? Misschien dat je met die vaporfly wat meer, de, minder de ja. de demping, hè, werkt het ja, daarvoor? Goed, dan is het wel belangrijk van bij warm weer goed blijven drinken. Ja, want uitdroging is een risico ja, voor. Maar van. ook weer bijvoorbeeld die, uh, die suikerrijke uh, drankjes, ja. daar toch mee uitkijken, of juist daar trainen. Dus train your gut. Ja. Is dan toch Hebben weer dat concept gehad in de aflevering wat, uh, over wat naar voren komt. Ja. Van ja, goed, ik denk dat alles te trainen is. Dus ook bij warme omstandigheden ga dan eens lopen, ga eens lopen met uh, train je je gelletjes of uh, met, met, een, met een vollere maag. En kijk ook van als jij wat krampen krijgt van, dan nou gaat het over, wordt het erger. Uh, nou ja, kijk eens van, uh, ja, hoe, hoe erg is dat eigenlijk? Ja, ja. Want uiteindelijk dus je zit eigenlijk die... trainde, trainers naar een punt waar je dat krijgt ja. en ik ga dat onderzoeken. Ja. Ik weet wel, ik heb dit verhaal, uh, en dit heb ik ook eerder verteld in een eerder vlog. Ik weet het nummer even niet uit mijn hoofd. Uh, ik zal een linkje plaatsen hier. Uh, ik, ben, ik heb dit voorgelegd aan een voedingsdeskundige Peter Res. Ja. En die had nog wel een, een praktische tip. Die zei: Zorg dat je uh, de laatste 48 uur, maar in ieder geval de laatste 24 uur, minder vezels eet. Okay, en ja. dat is gewoon gegeven door: ja. vezels zorgen voor extra poepvolume. Ja. Dus hoe minder uh, vezels je eet, hoe minder Precies. je darmen gevuld ja. zijn, ja. hoe minder je mogelijk op een ongelukkig moment dat eruit ja. moet gooien. Dus ja. dat betekent inderdaad uh, de laatste 48 uur witbrood. Ja, dat, dat in doet me ook denken aan, aan, aan mijn vroegere tijden toen. Uh, uh, ja, Vroeger was dat stapelen, werd er heel lang gesproken. Pasta stapelen. Ja, laatste kalidat. training dan uh, liefst op een, uh, een lege maag. Een lange duurloop. En daarna drie dagen alleen maar pasta, pasta, pasta. Ja. Ja, dat... Met dat is het idee dat je je glycosee-voorraden, ja. je actieve energieopslag Precies, maximaal afvult. Ja. Ja. Nou, maar wat je dan krijgt is dat je, uh, ja, je, je, je darmen dusdanig al van slag zijn. Samen met de spanningen, et cetera. Dus inmiddels is men ook, uh, ja volgens mij is dat een beetje uh, al achterhaald gezegd van ja, gewoon goed eten dan wel. Die, en die glycogeenvoorraad, inderdaad, dus koolhydraten wel belangrijk. Maar dan hoef je niet echt drie dagen eenzijdig alleen maar die, past, die pasta te nee. gaan eten. Dus ook, ook daar gewoon trainen. Trainen wat eet je van tevoren, wat eet je tijdens. En uh, ja, ervaring uiteindelijk. Ja, dus, dus uh, dan even op onze hoofdvraag. Een poeptransplantatie, het overwegen waar, daarvan hebben we dus geleerd. Ja. Op dit moment wetenschappelijk uh, onzin. Ja. Kan nog niet bij mensen, want die transplantatie blijft niet achter. Ja. Uh, uh, tweede, wat wel zinvol is, weet als je problemen van je darmen hebt. Nou, bijna de helft van de hardlopers. En wat zei je? 70% van de triatleten, of 90% ja. van de triatleten, heeft daar last van. Uh, persoonlijke tip van mij: er staan meer uh, <laughs> wc's langs het parcours dan je denkt. Uh, zoek ze op en uh, ja. Doe geen gele broek aan. Doe geen gele als je daarvoor uh, schaamt. Uh, dus als uh, jij, ja. uh, als ja. je wilt doorlopen terwijl je moet. En dus gewoon concreet: uh, train. Ja. ja, dat is eigenlijk jouw belangrijkste tip: train your gut. Ja. Oftewel ga in je training ook aan de slag met de voeding die je tijdens Precies. je wedstrijd wil nemen. Nog één dingetje, de vervolg van het Leiden-project, daar gaan ze wel met pro probiotica kijken. Dus de, de jacoeltjes en ja, uh, de, ja. de, de, de speciale. Dat betekent dat je actief bepaalde bacteriën in je darmen gaat ja, brengen. Dat je dus via je voedsel. Uh, ja, wellicht komt daar toch iets uit. Uh, zien ze toch die ideale mix van, uh, van, van bacteriën in je voeding? Het zal nog wel even duren voordat die, die resultaten er zijn. Voordat andere groepen dat ook kunnen laten zien. Maar uh, ja, dus dat is misschien wel iets om naar uit te kijken in de toekomst. Nou, laten we afspreken dat jij die studie inleiding in de goed. gaten gaat houden. Ja. En ons een update geeft als het zover is. Oké. Okay. Ondertussen ben ik heel erg benieuwd wat jouw ervaringen zijn met het thema. Heb je een gouden tip? Heb jij zelf een mooi, gênant verhaal, zoals ik dat had in het Kralingse bos? Deel het met ons en dat kan op een aantal manieren. Je kan uh, reageren via Twitter of Instagram op uh, slimmerpodcast. Link staat hieronder. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar staat van iedere aflevering een pagina waaronder je ook je reactie kan achterlaten. Of als je dat niet wil, kan je ons ook gewoon direct een mailtje sturen via post slimmerpodcast.nl. En wij zouden het enorme prijs stellen als jij nog iemand kent. Die ook hard loopt en ook wel eens last heeft van zijn darmen. Stuur even de link naar deze aflevering naar ze door, zodat meer en meer mensen uh, ja, uh, hun voordeel kunnen doen met deze uitzendingen. Um, wij vinden het superleuk als mensen reageren en wij, uh, uh, wij scheppen er ook genoeg in om mensen de groeten <laughs> terug te doen hier. Jurgen, hebben we nog leuke reacties gezien op ons ja, kanalen? Ja, we, we kunnen ook uh, reageren op onze site natuurlijk. Uh, Dan wil ik graag vermelden dat Jaap van den Ende en uh, Geert van Kuik, Jaap uh, met name, uh, die sprong in op de Vermogensmeter uh, aflevering. Ja. Nou, daar hebben we ja, leuk mee gecommuniceerd. Leuke, en, uh, leuke discussie werd Ja, he? zeker. Het is belangrijk dat mensen ook uh, hun verhaal laten horen. En uh, ja, dus vragen stellen in ieder geval bij dingen die wij uh, beweren of suggereren in de uitzending. En daar hun eigen verhaal tegenover zetten. Dus uh, ja. ga daarmee door. En uh, Geert van Kuiken deelde zijn ervaringen met de Vermogensmeter. En een hoop liefde en, uh, en complimenten. Ja. Dankjewel uh, Geert. Tot zover Jurgen. De koffie is weer op. Dus uh, ja. tot volgende week. Het smaakt heel lekker. Ja.